De afgelopen jaren heeft de overheid heel veel veranderd in het Nederlands onderwijs. Maar helaas hebben al die veranderingen niet bepaald de kwaliteit van het onderwijs verbeterd. Integendeel. Het lijkt soms wel dat er op het ministerie vooral managers zitten die modieuze trends navolgen. Die soms al veranderingen doorvoeren zonder goed te hebben nagedacht over de consequenties. Terwijl er ondertussen veel te weinig wordt geluisterd naar degenen die er echt verstand van hebben, namelijk de leerkrachten. De SP wil veel meer zeggenschap voor de leraren. Leraren moeten weer tijd krijgen om echt les te geven en niet te veel tijd kwijt zijn met bureaucratische verplichtingen. Kinderen moeten les krijgen en niet te veel uren naar buiten worden gestuurd om opdrachtjes uit te voeren. Heel gek vindt de SP dat in het Nederlands onderwijs de bureaucratische functies, de bureaufuncties, beter worden beloond dan de lerarenfuncties. Wie voor de klas staat, wordt slechter betaald. Dat moet natuurlijk andersom. Wat de SP ook beslist niet wil, is dat basisbeurs, studiefinanciering gaan verdwijnen. Dat willen veel andere partijen wel, maar wat de SP betreft, houdt de handen daarvan af. Want we willen niet terug naar een situatie zoals vroeger, waarin hoger onderwijs was voorbehouden voor kinderen van rijke ouders. Wij willen dat hoger onderwijs toegankelijk is voor wie er het verstand voor heeft en er zijn best voor wil doen. Toegankelijk hoger onderwijs voor iedereen en dat betekent handen af van de studiefinanciering en de basisbeurs. Aandacht voor goed onderwijs, want dat is onze jeugd toch zeker u ook wel waard. Wilt u dan op woensdag 9 juni stemmen op lijst 3, want dan stemt u voor goed kwalitatief onderwijs.